Voor de laatste keer alweer ben ik in het bootje gestapt voor mijn tocht langs de rivier De Vecht. De afgelopen 6 weken ben ik in Utrecht begonnen en langzaam afgezakt. En deze week ben ik begonnen in Weesp en ga ik naar het eindpunt Muiden, waar de rivier De Vecht eindigt in het IJmeer. Kijk eens wat een mooie spulletjes. Ja, hallo. Dag Wouter. Hi. Hi. Dit zijn allemaal dingen die de rivier uitgekomen zijn, uit De Vecht. Ja, we hebben dit gevonden tijdens het sorteren van het baggerpuin eigenlijk. En het gaat om afval. Dus door de tijd heen is de rivier echt gebruikt als een vuilstortplaats. Lekker. En afval is eigenlijk in de heel breed. Dus afgedankte zaken, zaken die uit de mode zijn, dingen die kapot zijn. En dit is, we vinden heel veel voorwerpen die te maken hebben met strijken. En dit is eigenlijk de allereerste vorm van strijken. Dit is een strijkglas. Echt? Ja, dit streekt men zeg maar over de boorden van het hemd als het ware. Om het mooi glad te krijgen. Hier is eigenlijk het strijken mee begonnen. Is het dan toeval dat hier ook nog een echt strijkijzer bij is? Ja, we vinden dus ontzettend veel strijkijzers. En op een of andere manier... Wie gooit er nou een strijkijzer weg? Nou, dat heeft dus te maken met, na een tijdje kwamen dus betere strijkijzers in omloop. En de oude strijkijzers werden als afval weggegooid. Ja, weg ermee. In De Vecht. Ja. Back when all my little goals seemed so important. Every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Ik zie hier een prachtige sleutel liggen. Ja, dat is een sleutel uit de 17e eeuw. Van een Nuremberger schatkist. Dat zijn dus kisten waarin het soldij voor soldaten werd bewaard. En ja, zoiets gooi je niet zomaar weg. Maar je weet dus niet waar de bijbehorende kist is? Nee, maar wellicht dat die kist nog ergens al staat in Nederland. Dat kan natuurlijk best. Ja. Het waren zeer mooi gemaakte kisten met allemaal beslag en dergelijke. Het zou zomaar kunnen zijn dat deze ergens op past. Er is dit jaar heel recentelijk nog een hele bijzondere vondst gedaan. Ja, in De Vecht, dat klopt. Ja, we hebben een zwaard gevonden. Dat dateert uit 800 na Christus, uit de tijd van Karel de Grote. Zo. Een echt een slagzwaard. Dus dat toebehoorde aan de echte absolute elite. Dus de echte de elite ridders. Bijzonder om daar als archeoloog achteraan te gaan. Ja, heel bijzonder. Ja, het is een heel bijzonder project. Want je vindt allemaal losse vondsten met allemaal een apart verhaal. Ja. En maar ja, de dingen die wij vinden zijn toch zo bijzonder dat het echt de moeite waard is. Dankjewel. Ja. Oké, graag gedaan. Tot de volgende keer. Wat zijn jullie aan het doen? Motorhark aan het vastmaken. Wat zei je? Die motorhark aan het vastmaken. Gaan we naar Maastricht brengen. Oh. Maar waarom worden die arken verplaatst? Omdat je een tunnel komt. Van het water. Wat voor tunnel is dat? Snelweg of zo. Oh, oké. Dus de mensen die hier wonen, die worden dus uitgekocht of verplaatst? Ja. Ja, we hebben vanmorgen, dat hebben jullie misschien ook wel gezien, een ark voorbij zien komen. Klopt. Dat is dan een van die boten die verplaatst wordt. Ja, ja, het hele rijtje zomaar. Dit gaat er allemaal weg? Ja. Maak er maar wat moois van. Goed. Fijne dag, hè, verder. Bij dezelfde. Hoi. Hoi.
bootje? Ja, dankjewel. Is die van jou? Nee, is niet van mij. Dus jij werkt op deze boot? Ja, ik werk op deze boot. We hebben de appel en de peer. En dat zijn twee raceboten waar we bedrijven op uitnodigen om bij wedstrijden te zeilen. In de vorm van teambuilding of relatiedagen. En daarmee proberen wij echt zo goed mogelijk mensen ervaring mee te geven in het wedstrijd zeilen. Maar dan krijg je heel vaak misschien ook wel mensen die helemaal niet kunnen zeilen. Ja, dat klopt. Dat Hoe gaat dat? Want je bent heel voorzichtig met je bootje. Daar zijn wij getraind om door timen om zo goed mogelijk in zo'n korte tijd mensen het zo simpel mogelijk eigenlijk uit te leggen wat we nou gaan doen en hoe ze dat moeten doen. Dus ja. We geven korte kleine tips waarbij het heel duidelijk wordt hoe je de wedstrijd moet varen. En het hele team dat aan boord zit maakt het dat ze zelf die wedstrijd kunnen varen. Leuke baan. Ja, zeker. Je leeft van de wind. Ja. Mooi man. Zeker mooi. Nou, ik ga maar weer verder met mijn gemotoriseerde bootje. Ja, kom maar een keer mee zeilen. Ja, graag. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoi. Even de hond uitlaten. Sunday morning, got the hazy, hazy jeans. I turn to you. Ik heb al wel eerder herinneringen opgehaald in de Verhalen aan de Vecht. En ook hier in Muiden ligt een stukje van mijn eigen geschiedenis. Vroeger in de zomer zaten we hier vaak op het terrasje. Lekker te kijken naar de bootjes die voorbij kwamen varen in de sluis. En in de winter gingen we dan hier lekker naar binnen. En daar zetten we de boel maar een heel klein beetje op stelten. Mooie herinnering. Took a wander through the garden to await the long, long day. And then go for a while on a violet flower bed. Oh, you kiss my lips again and again and again. And then again. Dag. Zo. Dag Evelien. Leuk je te ontmoeten op het Muiderslot. Dankjewel. Prachtig, hè? Ja. En hier is ook het einde van het gevecht. Dat klopt, ja. Je ziet hem aan deze kant en dan gaat hier langzaam het IJsselmeer in, hè? Ja. En dat was vroeger ook de plek waar ontzettend veel handel over werd gevaren naar Utrecht. En daarom heeft Floris Vijf hier ook een kasteel gebouwd. Hij heeft gewoon een grote ketting genomen. Die heeft aan de ene kant van de Vecht aan een boom gemaakt. En aan de andere kant door het water. Dus als er dan een schip aankwam, ja, die kon niet door die ketting heen. Die moest wachten. En de ketting ging pas naar beneden als er betaald was. Heel slim. Ja. Kan je nou eigenlijk ook concluderen dat als je aan de, nou zeker in die tijd natuurlijk, hier op deze plek je kasteel had, je slot had, dat je dan ook de baas van de Vecht bent? Ik denk dat wel gezegd kan worden, ja. Het was, je beheerste de ingang eigenlijk. Dus jij bepaalde wat er gebeurde op de Vecht. Nou, we hebben hier ook 6 dagen in de week een valkenier. De valkenjacht was heel erg met Floris verwezen. Hè. In die tijd ging men jagen, de adel ging jagen met valken, met sperwers en zelfs met adelaars. De keizer die mocht met adelaars. En daarom hebben we hier 6 dagen in de week hebben wij hier roofvogels, zoals je kunt zien. Oh. En ik denk dat als we het aardig vragen, dat je wel eens een van de vogels mag proberen vasthouden, als je dat wil. Wat geweldig. Dan zal ik even de oehoe erbij pakken. Gelijk maar de grootste, hè? Dat is Olly. Oh, wat is hij mooi. Nou, zullen we eens op je hand gaan zien. Ja, gaaf. Ja. Moet een kilo komt er ongeveer aan. Ja. Hey, Olly. Olly, kom eens kijken. Oh, wat ben je mooi. Die klauwen, jongen, moet je kijken. Daar kan je wel een konijntje mee vangen. Ja, en als je dan een klein beetje een zetje geeft, dan raakt hij iets uit evenwicht en gaat hij met zijn vleugels slaan. Probeer het maar eens, als je dat durft. Ja, kijk. Ja, doe maar. Wauw. Ja, dan vliegt hij weg. Zal ik je handschoenen van je aanpakken? Dankjewel. Ja, ontzettend geweldig. Leuk dat jullie hier geweest zijn. En, ja, wij zeggen dan altijd, kom nog eens terug, hè. En tot in de pruimentijd. Dat zullen we doen, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Ik ben nog even naar dit mooie plekje toegelopen, omdat hierachter de koninklijke haven is. En daar ligt ook de groene draak van koningin Beatrix, prinses Beatrix. Toen ze 18 werd, kreeg ze dit schip cadeau van het volk. En wat ik dan weer uit betrouwbare bron heb vernomen, dat zij een keer een koninklijke borrel
uit dit glaasje heeft gedronken. Niet verder vertellen. Say that you'll stay a little. Don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine. Just a little bit of love is worth a moment of your time. Dag. Johan de Bond. Evelien de Bruin. Leuk je hier te zien. U bent de dijkgraaf, geloof ik, hè? Ja, van een voorzitter van het waterschap. Voorzitter van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Ik wil heel graag weten wat dat precies inhoudt. Maar misschien moeten we eerst lekker een stukje varen. Laten we eerst maar even een stukje varen. Goed idee. Ja? Oké. Je gaat op de bon, hoor. Hi. Daar zitten we dan vredig dobberend op het laatste stukje van de Vecht. Ja. Meneer de Bond. Ja, precies. Hier komt de Vecht in het IJsselmeer uit. Wat is dat voor baan, dijkgraaf zijn? Het waterschap heeft een gekozen bestuur en een benoemde voorzitter. En ja, ik ben dan die voorzitter. Maar wat heeft u met water? Ja, heel veel. Het waterschap zorgt voor de veiligheid op het water. En van het water, hè, dus dijken, sluizen, nou, al die andere zaken, pompen, gemalen, hoort er allemaal bij. En, maar ook voor de waterkwaliteit. Het water moet ook een beetje schoon zijn. En we willen ook dat het zo natuurlijk mogelijk is. Ja, daar hebben we veel van gezien de afgelopen aflevering, in verhalen van de Vecht. Wat vond je het leukste eigenlijk? Ik heb het meest genoten en me eigenlijk het meest verbaasd over het feit dat de natuur zo prachtig is rond de Vecht. En dat er zoveel mensen van genieten. Ja. Want we hebben af en toe een beetje pech gehad met het weer, waardoor het niet zo druk was op de rivier. Maar het is hier natuurlijk, zodra de zon schijnt, een grote hoeveelheid van mensen en toeristen die allemaal zo genieten van de natuur. En het zou natuurlijk ook geweldig zijn als iedereen daar heel zorgvuldig mee omgaat. Ik stel voor dat we nog even met z'n tweeën echt het IJsselmeer opvaren, dan heb ik hem echt 40 kilometer lang gehad. Ja. En ik hoop dat u net zoveel plezier beleefd heeft de afgelopen 6 weken aan de rivier de Vecht als ik. En als u toevallig met een bootje in de buurt bent, ga er vooral op. Want dan is het nog mooier in het echt. Dag. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De afgelopen weken heeft u in grote getalen meegedaan aan onze fotowedstrijd over de Vecht. Vorige week heb ik er daarvan 10 geselecteerd en u mocht de winnaar kiezen. Deze foto is het geworden. Van harte gefeliciteerd, u heeft een vaartocht over de prachtige Vecht gewonnen. Veel plezier ermee!